Darrel van Dijk is Chief Creative Officer van TBWA Nabokko, het reclamebureau van Albert Heijn, Adidas en McDonald's onder meer. Recent werd het bekroond tot Bureau van het Jaar. Darrel, welkom hier bij ons in de studio. Leuk dat je er bent. Bureau van het Jaar, wat betekent dat voor jou? Voor mij persoonlijk iets heel bijzonders, want ik zit al lang in het vak en het is mij nog nooit gelukt. Dus dit was voor mij de eerste keer. Voor TBWA niet. Nee. Maar het was al wel, ik geloof, 10 jaar geleden. Dus ja, dat betekent ook wel heel veel voor ons en het bureau. En TBWA Nabokko is een groot reclamebureau. Heb je het gevoel dat je iets kon bijdragen aan het feit dat het bureau van het jaar werd? Wat heb je daaraan gedaan? Nou, kijk, weet je, die vraag die werd wel eerder gesteld. Ook omdat we de afgelopen paar jaar tweede werden elke keer. Ja. Dus er was ook een beetje zoiets van, hè, wat moeten we nou doen? En, want nou, wat we vooral doen is gewoon ons eigen ding en onze eigen koers varen. En we zijn inderdaad een groot bureau. Dus dat betekent dat onze taak is ook wel dat, ja, dat wij talent de ruimte moeten geven. Daar zit ook de verandering in van ons bureau van de afgelopen paar jaar. En ik denk dat die verandering voelbaar is in het werk. En in de mentaliteit en cultuur van het bureau. En ik denk dat dat uiteindelijk ook op is gepikt bij de jury om uiteindelijk ons bureau van het jaar te maken. Maar leg eens uit, je zegt, je ziet dat terug in het werk. Nou, reclame is reclame volgens heel veel mensen natuurlijk. Hoe zie je dat terug? Ja, reclame is reclame, want wij helpen natuurlijk merken verder onder de mensen en in de wereld. Maar reclame is natuurlijk wel heel erg veranderd de laatste tijd. Het is meer en meer irritant. En daar moet je een weg in vinden om dat, ja, om dat op een bijzondere manier onder de aandacht te krijgen. En dat moet ook niet als irritant voelen. Mm-hmm. En daarmee denk ik dat wij als bureau veel content maken. Content is ook een containerbegrip, dat begrijp ik ook allemaal. Maar het is wel onderdeel van vaak een platform of ook wel van een grote idee. En dat is natuurlijk de core van ons bestaansrecht, hè, als reclamebureau, dat we ideeën hebben. En ik denk dat we daar maken we kleine webseries uit die dan vaker terugkomen die mensen ook uiteindelijk graag willen zien. Ja. Dat is, en veel van de mensen die bij ons werken, die maken ook zelf veel van die content. Dus daar zit ook wel, ja, wel een ander soort mentaliteit in. Echt een makerscultuur. Ja. En een voorbeeld van een van jullie klanten is het Albert Heijn, Appie Today. Ja. Kun je uitleggen wat jullie bijdrage daaraan is? Nou, wij zijn het bureau inderdaad van Albert Heijn. En Appie Today is een groot kanaal. En dat doen we niet alleen. Dat doen we met meerdere partners. De content, want er is zoveel content wat daar vandaan komt. Dat kan je ook niet alleen doen. Het is wel zo dat we daar mee begonnen zijn, zeg maar, vanuit het bureau. Dus we zijn bijna een soort van de regisseur samen met Albert Heijn. Om dat in goede banen te leiden. We hebben ook elke donderdagochtend een soort regie-meeting daarover. En dan zit Monique, die Appie Today vanuit Albert Heijn leidt, zit weer bij ons. En dan praten we over de formats en de mogelijkheden. Ja, we zijn op een gegeven moment, ik denk 1,5 jaar geleden, nou misschien al wel bijna 2 jaar geleden, toen hing mijn kamer helemaal vol met iets van 32 format-ideeën. Mm-hmm. En toen was het eigenlijk van, ja, waar beginnen we? Welke zullen we doen? Ja. Ja. Dus zoals het altijd gaat, je moet ergens beginnen. En nu staat er een soort kanaal met heel veel content. En dan is alles bijna een soort van vanzelfsprekend. Ja. Maar ja, ooit moest je toch, ja, welke wordt het? En toen begonnen we met Ik ken dit niet. Hè, dat was een, zeg maar, dat kinderen, ja, dat was dan eerst met kinderen die dan gerecht gingen proeven. En, mm-hmm. ja. Ja. En daarna kwam Sjoerd, dat was de tweede. Ja. Sjoerd is inmiddels een bekende vlogger. Hè? Ja. Dat is een werknemer van Albert Heijn, ja. Iemand met Down syndroom. Ja. Ja, dat was de tweede. Ja. En op een gegeven moment dan ben je on the roll. Ja. En hoe meet je dat succes ten opzichte van bijvoorbeeld de commercial zoals jullie vroeger altijd maakten? Hoe kun je zien dat het werkt? Nou, wij hebben daar op een gegeven moment wel een enorme discussie over gehad intern van hoe werken die views nou? Want we hadden ook een beetje het gevoel dat we soms ook wel een beetje gepiepeld worden. Weet je wel? En niet alleen wij, maar gewoon ook merken van, want een view op Facebook, ja, als er 3 seconden al gekeken wordt, was het een view. Ik weet niet
of dat nog zo is. Maar wij hadden zoiets van, laten we nou reëel zijn, want dat zijn geen views. Mm. Zo kun je ook niet gewoon die views meten, weet je wel. Ik bedoel, dat is niet reëel. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd dat die view-through rate, zoals je dat dan noemt, dat die veel belangrijker zijn. Mm-hmm. We willen gewoon weten hoeveel mensen kijken nou 30 seconden. En die 3 seconden, ja, ik weet niet hoe jij op je timeline zit, maar ik zit zo en dan ga ik weer door. Precies. Dat zou dan een view zijn. Ja. Nou ja, dat is een contactmoment, dat kan je inderdaad zo zien. Maar het wordt natuurlijk echt interessant als je naar die 30 seconden toe gaat of meer. Want dan ben je vergelijkbaar bezig met de televisiecommercials, met dat verschil dat iemand er echt bewust voor heeft gekozen. Ja. Dus als je zo naar die views gaat kijken in die online wereld, dan wordt het wel anders. In hoeverre moet jij als creatief bezig zijn met dat soort cijfers en nou, ik vind dat elke creatief daar bezig moet zijn, want dit is de essentie van ons vak. Maar vroeger was dat niet zo? Hoefde je daar eigenlijk niet druk om te maken? Nou, misschien voor creatieven, ik weet het niet. Ik bedoel, als creatief moet je natuurlijk ook een kleine zakelijke ondertoon hebben, want anders... Ja, anders klopt het niet, weet je. Mm-hmm. Ik bedoel, je werkt voor een ander, hè? Een ander geeft geld uit en daar ben jij mee bezig, ook als creatief. Niet alleen de marketeers, maar wij als creatieven bedenken ideeën die uiteindelijk ook zo'n klant of een merk verder helpt. Ja. Dus ik vind wel dat je daar mee bezig moet zijn. Ja. Ja. We hadden het net over dat het bureau waar jij nu werkt behoorlijk is veranderd de afgelopen 3 jaar. Van misschien een bedenk naar een maakcultuur ook meer. Hoe begeleid jij zo'n verandering? Ik geloof heel erg in een groepsding. Dus dat ligt. Er zijn mensen voor nodig. Mm-hmm. Dat zijn dan een motor die je nodig hebt. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk veel mensen die iets doen, mm-hmm, tezamen. Dus ik denk wel dat. In die zin hebben we iets aangejaagd binnen het bureau met een aantal mensen. En dat is op een gegeven moment in een soort versnelling gekomen. Mm-hmm. En daar is eigenlijk het nieuwe TBW aan de Boco wel uit ontstaan. Waarbij ik ook eerlijk moet zeggen dat het altijd al een heel erg commercieel goed geoliede machine was. Ja. En er zat altijd een hele gezonde ondernemersmentaliteit in. Ik bedoel, niet voor niets dat het ooit is opgericht. Vanuit Nabokko en TBA is het samengegaan. Maar goed, die ondernemerschap die zit in de groep. Ja. En het leuke is als je dat dan weer overbrengt naar jonge mensen, dus die dan ook bezig zijn met dat ondernemen. Mm-hmm. En al zijn het allemaal kleine puzzeltjes die samen wel dat bureau kunnen maken. Mm-hmm. Ik denk... En moest je ook nog impopulaire maatregelen nemen? Of bepaalde soort mensen waar je afscheid van moest nemen? Of? Ja, tuurlijk is dat ook gebeurd, maar dat valt allemaal wel mee. Ik had op een gegeven moment de vraag vanuit het internationaal. Die zei van, Darre, wat vinden we het mooi dat je ook met die creatieve vloer die er al zat, gewoon dingen hebt kunnen bewerkstelligen. Mm-hmm. En zei ik, ja, maar dat zijn allemaal echt topmensen. Hè? Dus waarvoor moet je dan de hele vloer veranderen? Er zijn wel heel veel nieuwe mensen bijgekomen. Ja. Tuurlijk zijn er ook een aantal mensen weggegaan omdat die toch niet meer paste bij dat nieuwe bureau. Mm-hmm. Maar belangrijker is eigenlijk dat er een enorme jonge groep bij is gekomen van jonge mensen die de kans krijgen om ook veel te kunnen maken. Mm-hmm. Ik denk dat is een hele mooie beweging binnen het bureau. Jonge creatieven willen niets anders dan veel maken. Ja. Blijf je dus ook wel goed aangesloten bij bijvoorbeeld ook die hele nieuwe maakcultuur van influencers? Weet je, iedereen kan met een camera iets maken en bedenken. Zeker. Ja, daar zijn we goed bij aangesloten. Waarbij ik wel wil zeggen dat wij nog altijd wel in de core een reclamebureau zijn. Ja. Ik bedoel, wij zijn niet een social influencer bureau. Nee. Van origine. Nee. Dus je zal altijd daaromheen je hebt één core business en daaromheen word je krachtiger en dat zet wel uit. Maar ons DNA is natuurlijk wel het bureau wat we ooit waren. Ja. Ja. En daarin groeien we. Ja. En jullie zitten ook in een hele grote pitch, Vodafone Ziggo. Ik weet dat je daar niks over kunt zeggen. Maar misschien kun je wel iets zeggen over hoe jij met je team zo'n pitch aanvliegt. Dus als jij in een grote pitch zit, wat doe je en wat moet je doen om zo'n klant binnen te halen? Nou, ik denk dat je moet vooral gewoon dat doen waar je goed in bent. En daar zijn we ook de hele tijd mee bezig. We zijn
De hele tijd bezig met de campagnes voor Vodafone. We hebben nu de Family-campagne gedaan. En die is ook groter dan alleen wat je ziet op televisie. Mm-hmm. Die gaat door in de winkels, die gaat door in content. Het is eigenlijk een platform. En dat is wat wij vooral aan het doen zijn. We zijn ons niet aan het focussen op puur alleen die pitch. Mm-hmm. Die pitch die loopt. Snap je? En dat is ook misschien wel groter dan wij zijn. Ja, want ja. Dat gaat ook over hele andere dingen. Het gaat over heel veel geld en over op media en op en als je daardoor laat leiden, zeker wij als creatieven en strategen, ja, dat zou heel verkeerd zijn. We zijn gewoon bezig met de opdracht van vandaag. Ja. En die doen we zo goed mogelijk. En daar zijn we ook goed bij aangesloten. En soms zit het een beetje door elkaar. Want het zijn natuurlijk ook dezelfde mensen. Ja. Waar je ook dagelijks mee werkt. Ja. Ja. Maar je moet je daar niet door af laten leiden. Je moet gewoon... ze zitten ook niet voor niets bij ons. Nee, zeg maar. Precies. En jullie pitchen ook tegen bijvoorbeeld grote consultancies inmiddels. Kun jij uitleggen wat het nou vergt om een creatief ecosysteem te hebben? Wat heb je nodig om creatief te laten floreren binnen een bedrijf? Je zei het net, de consultancies. Zij hebben een bepaalde kennis van iets wat wij misschien iets minder hebben. Maar wij hebben weer kennis dat zij niet hebben. Mm-hmm. Dit speelt al wel langer natuurlijk, situatie. En het komt steeds dichterbij. We waren allebei in Cannes. Ja. En we voelen het ook om ons heen. En ook daarbij ben ik weer van mening, je moet gewoon stick to your core, weet je wel. Wij blijven doorgaan. En wij zijn natuurlijk ook bezig met data en alles wat erbij komt kijken. Want we willen ook nog duidelijker mensen kunnen bereiken die dat ook willen zien. Ja, en daar zit natuurlijk wel wie dat goed begrijpt, mm-hmm. die heeft de Holy Grail in handen. Ja, De vraag is, wie is dat? Misschien is het uiteindelijk wel een combinatie. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat uiteindelijk toch daar op heel hoog niveau een keer overnames komen. Mm-hmm. En dan weet ik niet of ze naar mij zullen luisteren. Dat ze Darren van Dijk uit Nederland gaan bellen van, wat zullen we doen? Nee. Maar... dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ik denk, maar je hebt het al over data en je hebt ook natuurlijk... er komt veel technologie bij kijken tegenwoordig... als je reclamecampagnes en mediacampagnes maakt. Hoe zorg jij dat dan die disciplines ook binnen het bureau een plek vinden? En kunnen praten met de creatieven die er ook rondlopen? Allereerst door erover te praten en niet zomaar... dit is een briefing, hier is een leuk idee. Weet je, dat idee wordt pas leuk. Want vroeger gebruikte je heel vaak dat woord, het is gewoon een leuk idee. Ja. Dat leuke idee wordt ook pas goed als het heel relevant wordt voor iemand. Mm-hmm. En ik denk dat daar zit ook die nieuwe wereld in. Weet je wel? Ik wil ook dat creatieven hierover nadenken. Van voor wie maak je het nou? En hoe komt het dan bij die persoon terecht? Weet je wel? Kijk ook naar jezelf, naar je eigen gebruik van consumptie van media. Ja. Weet je, ik kijk weinig televisie, maar ik zie wel heel veel. Ja. Mijn kinderen zijn nog veel erger. Ja. Snap je? Dus als je daar dan over nadenkt, al bij de ontwikkeling van campagnes, dan wordt het wel, dat wordt heel interessant. Ja. Want daar zit denk ik ook wel het verschil tussen consultancies weet ik veel, Deloitte of noem maar op. Ja. Je kunt ze allemaal wel opnoemen, denk ik. Ja. Ze zijn er allemaal mee bezig en ze zijn allemaal units aan het opzetten. En wij zijn natuurlijk aan die andere kant ook veel bezig met data. Ja. Noem eens een voorbeeld van TBWA waar het nou goed tot uiting komt... dat je dat hele nieuwe mediagedrag ziet terugkomen. Wat wil je nou? Appy Today is natuurlijk wel een mooi voorbeeld. Ja, ja. Weet je, kijk, het is zo'n groot kanaal. Heel veel mensen hebben ook wel eens gevraagd van... ik zie niet alles. Maar je hoeft ook helemaal niet alles te zien. Nee. Weet je wel, de één buikbillenbonus, de enorme Hunk Davy. Mm-hmm. Ja, dat is een hele grote groep, die ziet dat. Ja, mijn zoontje ziet dat niet. Nee. Maar die ziet misschien wel weer wat anders. Ja. Snap je? En dan wordt het gewoon targeted mass. Ja. Snap je? We zijn niet gewoon één Harry Piekema-campagne aan het uitrollen over heel Nederland. Nee. Wat vooral televisie gedomineerd was. Maar campagne voeren is natuurlijk gewoon op alle middelen. Ja. En dat zijn al die kleine... niche-categorieën en consumentendisciplines, stukjes... die bouwen uiteindelijk op tot één grote campagne. Mm-hmm. Ja, dat klinkt dan gefragmenteerd, maar die wereld is gefragmenteerd. Dus je moet zorgen dat je in die kleine
stukjes aanwezig bent op een goede manier. Ja. En dat bouwt uiteindelijk ook op. Kijk, die NPS, die score van Albert Heijn is veel hoger dan ten tijde van Harry Piekema. Nou, dat wij voor de oudere marketeers kunnen het bijna niet voorstellen. Nee, precies. Maar dit zegt wat over de tijd waarin wij nu leven. Ja, ja. En wat is dan de grote uitdaging voor jou als creatief directeur van een heel groot reclamebureau? Nou ja, allereerst, ik vind dit de allermooiste tijd die er is om in te werken. Omdat het zo ongrijpbaar is en je eigenlijk gedwongen wordt om nog creatiever te zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld mijn creatieve vloer, die is enorm groot. Ik geloof dat we iets van totaal 90 creatieven hebben met studio designers en dan de teams. Als je dan toch weer teruggaat naar de teams, hebben we iets van 24 of 25 creatieve teams. Nou, met al die teams ben ik de hele tijd bezig. Ik kan natuurlijk niet overal zijn. Nee. Maar goed, samen met de creatief directeuren die er zijn, zijn we continu bezig op die merken van hoe kunnen we dat nou anders aanpakken. Ja, en dat is eigenlijk wat er elke dag gebeurt. Dus elke dag is het enorm druk. Ja. In het hoofd en in het lijf en op de vloer. Ja. Omdat je ook echt fysiek de hele tijd bezig bent met de dingen die je maakt. Ja. Met de dingen die je maakt. Maar maak je zelf nog dingen? Want jij bent ook, dat weten veel mensen wel, maar jij bent ook muzikant. Dus zeker. Als het even kan. Ook wel veel muziek, ja. Ja, precies. Ja. Zit er onder een commercial altijd een eigen gecomponeerd track door jou. Ja, ja. Kom je daar dan nog aan toe, aan maken en misschien ook nog muziek maken? Nou ja, misschien, kijk, over die makerscultuur. Ik ben zelf ook een maker en ik hou er ook heel erg van. En dat is soms ook heel ingewikkeld als persoon, want dan ben je heel druk. En dat voelt iedereen om mij heen, inclusief mijn gezin. Ja. Want ik wil gewoon de hele tijd bezig zijn. Ja. Weet je, en er zijn zoveel prikkels om me heen waarvan ik denk, oh, ik wil daar ook aan meewerken. Ja. Dus ja, dat doe ik ook wel de hele tijd. Ik ben wel een niet typische creatieve leider. Nee. Snap je? Je bent een meewerkend voorman wat dat betreft. Ja. Ja. Ja, ik bedoel, en ik werk ook graag met jonge mensen. Ik ben continu ook met de ideeën bezig als er een thema is. En dan help ik hun en dan pikken zij er weer uit. Ik laat hun ook allemaal gaan. Hè? Want als ze zeggen van, ik zeg ook, joh, misschien is dat maar niks, joh, misschien is het een kut idee. Nou, dan gebruik je het niet. Nee. Maar ergens halen ze toch weer dingen uit. Weet je wel, ik kon er geen ladikoek uiteindelijk. Ik heb natuurlijk ook heel veel ideeën. Ja, ja. Ja. Maar wat is het laatste idee wat je zelf gedaan hebt? Welke campagne kwam van jouw hand? Dat weet je, uiteindelijk denk ik dat je niet meer zo mag praten. Ik vind toch echt, wij doen heel veel gesprekken vooraf. Mm-hmm. Met een groter groepje. Waarin we voordat we de briefing hebben al praten. Over, hè, dus er zit een strateeg bij, er kan bij, kan Simon bij zitten, kan Rick bij zitten, onze leiding, daar zit ik bij. En dat is eigenlijk een soort kickstart die we hebben. Daar kan al een idee geboren worden. Mm-hmm. Snap je? Dus daar pak je iets uit. Ik bedoel, Simon heeft ooit het theelabeltje bedacht met de vraag. Daaruit hebben creatieven, waaronder ik, maar ook met andere creatieven, hebben we het weer groter gemaakt. Ja. Dit is eigenlijk ook een beetje hoe het vandaag de dag werkt. Ja. Dus weet je, waar ben je dan trots op? Misschien iets niet wat jij direct dan helemaal zelf. Nou ja, weet je, kijk, als je naar Davy kijkt, ik weet nog heel goed dat we op een gegeven moment zat ik met Niels de Kuiper. Dat is die is weer zeg maar de creatieve leiding van Fili Boko, onze productieunit. Ja. Zaten we op de kamer, hadden we het over, kunnen we niet gewoon dit op deze manier doen die bonus? Nou ja, toen hadden we het over een kratje. Ja, is het niet grappig dat je gewoon een workout doet met zo'n kratje Heineken? En toen riep ik van, ja, dan ga ik gewoon onze klant Heineken bellen. Kijken of ze dat zouden willen doen. Ja. Ja, zo gaat het een beetje. Ja, ja, ja. Dus weet je, dan heeft het ook meerdere vaders of moeders binnen zo'n concept. Ja. Maar goed, je voelt denk ik wel ook wel aan veel dingen waar, zeg maar, waar ik misschien wel een rol in heb. Weet je, of het zo'n maestro. 60 dus koppig concert. Een campagne waar inderdaad met alleen orkest. Maar precies. Weet je, ik bedoel, je voelt ook wel een beetje mijn hand erin. Ja. Maar uiteindelijk denk ik echt wel dat het een groepsding is waarin wij wel in floreren. Okay, nou, jullie zijn bureau van het jaar. Dat is ook wel in het verleden de Kiss of Death gebleken. Dan ging het daarna ineens heel slecht met een bureau als ze die prijs hadden gewonnen. Oh. Wat ga jij eraan doen om dat te voorkomen?
Ja, dat zou heel vervelend zijn, hè? Nou, weet je, ik denk dat... misschien is het wel, juist omdat we de afgelopen jaren ook best wel dichtbij zaten... ja, denk ik dat wij gewoon doorgaan met wat we nu doen. En dat, ja, we zijn ook nu niet bezig met het hele jaar vieren van het feit dat we een bureau van het jaar zijn. Precies. Dat is echt dat moment geweest en dat voelt goed, weet je wel. Dat is ook de erkenning van het harde werk van de afgelopen jaren. En vervolgens gaan we gewoon eigenlijk weer heel hard door. Je merkt ook... Ja, we zijn best wel een nuchter bureau. Ja. Weet je wel, het is, we hebben natuurlijk veel retail klanten. Ja. Dus vandaag is weer een nieuwe dag en die is heel belangrijk. En aan het einde van de dag weten we of we vandaag het goed hebben gedaan. Ja. Weet je wel, zo worden we eigenlijk een beetje gevoed. Ja. Dus, we hebben geen tijd om erover na te denken of... Oké, Darren, nou, we zijn al door de tijd. Bedankt voor je komst en u bedankt voor het kijken. Kijk vooral ook de andere video's op 7 Ditches en tot de volgende keer.